in deze video een hele leuke speelse uitbouw op de 1990 hip openers. Een hele leuke speelse uitbouw, maar ook een hele functionele, want we gaan de hip hinge eraan integreren. En de hip hinge is een Engels heel mooi woord voor heupscharnier. En als je meer gaat hip hingen, ga je heel goed je bilspieren gebruiken, waarbij de gemiddelde Nederlander juist zijn rug gebruikt. Toen je nog heel jong was, toen gebruikte je deze beweging heel vaak, vooral als je iets wat zwaarders ging doen of eigenlijk ook wanneer je ging rijken en dergelijke. En dat deed je toen om je rug te kunnen gebruiken om te stabiliseren en vooral je bilspieren en je hamstrings te gaan gebruiken om kracht te leveren. Als je de hip hinge niet gebruikt, dan ga je dus veel meer de rug gebruiken om kracht te leveren en dat kan klachten geven. Ze hebben prachtige onderzoeken gedaan en als je heel erg goed fysiek beweegt, zoals je dat deed als kind, dan zet je die hip hinge 3.500 keer per dag in. In grote en in kleine mate. Je kan je wellicht voorstellen dat als je de hip hinge niet meer toepast, dat je de rug een heel stuk meer gaat belasten en dat je dus ook die bilspier veel minder sterk maakt. En dat zien we ook, want de gemiddelde bilspieren van de Nederlanders zijn niet heel mooi gevormd. Terwijl ze dat wel waren van al die Nederlanders die ze toen ze nog kleuter, peuter en ouder waren. Maar hoe kan je dat dan heel leuk gaan doen? Ik heb ook video's waarbij je het heel technisch doet. Dus die kan je zeker ook kijken als je dat leuker vindt of interessanter vindt of fijner vindt. Wil je het heel erg spelend doen, dan is deze video super geschikt. Wat ga je doen? Je begint met die 1990, zoals je die gewoon bent. Dus je gaat rustig zitten in de startpositie. Vanuit die startpositie ga je eerst gewoon even oriënteren. Dus je gaat eerst naar de rechterkant. En je gaat er even voelen, zoals je dat wellicht inmiddels al gewoon bent geworden. Gewoon even voelen hoe het is. Dus oriënteer, ga net zo groot en zo ver als dat je wil. Ik hou het nu even beperkt. Gewoon even voelen en ervaren hoe deze kant is vandaag. En vergelijk dat dan met de andere kant. Hoe is de linkerkant vandaag? Nou, die is voorbij zoals die gewoon is. Die kant vind ik fijner, dus ik ga daar starten. Vanuit deze positie, die je gewend bent, ga je een hip hinge maken. En een hip hinge is een heupscharnier waarbij de bilspier gebruikt wordt. En wat je gaat doen, om het even niet heel technisch te maken, maar gewoon simpel. Je gaat naar voren toe. Je wil naar voren en omhoog. En dat kan dan op die manier. Dit is de beweging. Omhoog. Toen ik hiermee begon, kon ik dit totaal niet. Had ik steun nodig. Dus dan in het begin gebruik je armen als je merkt dat je die kracht niet hebt. Of dat het erg pijnlijk of vervelend is. Gebruik die handen. Ga je omhoog. En dan ga je ook de andere kant vergelijken. En dan ga je daar omhoog. En ook daar ga je die hinge weer inzetten. Omhoog en omlaag. En voel je of je controle hebt of is het inzakken. Als het dat inzakbaar vallen eigenlijk. Als dat invallen is het ook niet erg, maar gebruik gewoon even een steun. Zoals je weet, tot hier kan ik goed, de laatste keer niet. Dan pak je gewoon even die steun om jezelf te helpen. Als je nu ziet, ben ik heel erg in één lijn aan het werken. En één lijn werken is weer niet spelen. En om daar een vergelijk in te geven, en die gebruik ik ook veel in de praktijk, is het een beetje hetzelfde als je bijvoorbeeld een tennisser bent. En dat je heel goed gaat worden in de voorhand. En dat je altijd alleen maar de ballen precies deze hoogte, en dat je daarop gaat oefenen. En dan word je daar perfect goed in. En daardoor kan je echt een technisch prachtige voorhand slaan. Je bent super vaardig geworden. Alleen, ja, laten we eerlijk zijn, als je aan het tennissen bent, komt die bal niet altijd precies op die hoogte. Maar hij komt dus op die hoogte of wat meer dichterbij of wat verder weg. En je wilt dus handig worden met die natuurlijke beweging, zoals die hip hinge is, in alle verschillende hoeken. En daar is deze oefening ook weer uitermate geschikt voor, want dan kan je heel leuk spelen en doen. En dat ziet er dan als het volgt. Start weer in het begin. Je gaat dan, dit is mijn makkelijke zijde, daarom start ik daarmee. Ga je zo meteen zien, ik ben hier krachtiger. Je draait in en je komt wat meer spelend omhoog. En als ik even een kwartslag ga draaien, dat je dat in jullie gaat, dan krijg je die. En wat ik dus doe, niet recht toe, recht aan. Maar misschien wil ik wel een beetje die kant op. Of ga ik die kant op. En dit is allemaal spelen. Dit, wat ik doe hè, zonder handen, of zelfs met zwaaiende armen, dit is ook core stability. Krijg je als bonus erbij, core stability. Het kan dus ook zijn dat je dit hier echt vermoeidheid gaat krijgen. De bilspieren zullen niet zo snel vermoeid worden. Die zijn zo knijtersterk, die zijn al lang blij dat ze yes gebruikt worden. Dus daar ga je het niet voelen. Maar dan ga je een beetje spelen en dan ga je die kant omhoog. En als je het heel leuk maakt, dan ga ik eens kijken of ik het misschien op één been kan. En dan kan je een leuk spelletje maken, hè? Met stabiliseren. Probeer de armen dan niet te gebruiken als
in balans houden, maar meer lekker als spelelement. En het been, oh, bijna balans. Hé, hier kan ik ook nog naartoe. Oh, rustig inzakken. En dan is het leuke, dit is mijn linkerkant. Om het verschil meteen te laten zien, want die is echt mijn focuskant. En hierbij ga ik dan bijvoorbeeld hetzelfde. Ik kan dit spel kan ik zo mooi. Ook weer hetzelfde, goed voelen. Van hé, wat vind ik nou wel fijn, wat vind ik niet fijn. In principe, maar uiteraard alles uiteindelijk kunnen. Maar in het begin niet, hè. Dat is helemaal prima. Ga ik eens kijken met één been. Zonder handen lukt meestal wel. Maar de voeten ben ik even langer aan het gebruiken. Ja, daar heb ik hem. En dan ga ik ook een beetje spelen. Oh, even contact om te helpen. Van deze oefening word ik wel moe in mijn bil, hè. Dus ik ga nu rustig gaan inzakken. Spelenderwijs kan ik nu meer op links gaan. Maar mijn gevoel zegt nu, ik wil meer op rechts. Want ik vind het leuk dat ik hier niet zo goed in ben. Dus die ga ik nu gewoon nog een keer doen. En jij gaat het dus zelf ook doen. En zo ga je lekker spelenderwijs. Ga je die 90-90 ga je uitbouwen. Met succesbewegingen. Bewegingen. In één keer omhoog komen. Even terug. Daarna de 90-90. Oh, ik wil toch aan die kant oefenen. Even snel wisselen. Omhoog komen. En zo ga je er een heel leuk spel van maken. Ben je binnen een minuut, twee minuten. Je hoort het van mij ook, hè? Word je wel moe. Ga je lekker mee spelen. En ga ervaren in het dagelijks leven dat je die hip hinge meer in gaat zetten. En ik ga even in de beschrijving de link geven. Ik ben echt daar buiten aan hem. In de link ga ik de beschrijving geven voor die technische variant om te oefenen. Doe die ook erbij. En ga eens vergelijken wat dit spelvormpje of deze spelvorm gaat betekenen voor je. Hip hinge gecombineerd met de 90-90 en spelen.